Het Surinaams Standaardenbureau organiseert een tweedaagse training over voedselveiligheid. We praten met de waarnemend directeur en een voedseltechnoloog die ons alles vertellen over deze training. Dit alles op 14 en 15 mei 2019. De training voedselveiligheid is een algemene training voor de mensen die werkzaam zijn in de agro- en foodsector. Wat houdt dat in? Mensen die maaltijden bereiden of sappen bereiden, krijgen dan de tools mee om op een hygiënische manier hun werk te verrichten. Zoals we weten in Suriname is onze voedselveiligheid helaas nog niet wat het wezen moet. En daarom is het heel belangrijk dat mensen kennis opdoen. Wat we vaak zien is dat de overheid, als zij vergunningen nog verstrekken aan deze mensen, en volgens mij is het een tijdje geleden afgeschaft, maar dat zou dan weer ingevoerd moeten worden, is het dat de basis ontbreekt, de kennis bij deze mensen ontbreken. En dat geven wij ze dus mee van hoe zou je dat moeten aanpakken, waarop moet je letten, wat is belangrijk om te voorkomen dat de klanten die bij jou afnemen ziek worden. Er zijn verschillende actoren die meedoen aan deze training. Wat is het belang van hun voor voedselveiligheid? Nou, zij als het ware, wat ik zei, dat de mensen die bij hun afnemen, laten we zeggen je gaat naar een restaurant, is het belangrijk dat jij de avond als je daar een maaltijd nuttigt, dat je dat niet ziek wordt daarvan, toch? Dat je niet zegt van hé, ik vind een kakkerlak of ik vind een rat in mijn eten. Je wil een gezellige avond hebben, maar je wil vooral dat je eten op een hygiënische manier wordt opgediend. Maar ook natuurlijk bij anderen, als we praten over sappen of als we praten over vervaardigen van melk of we vervaardigen over de kipsector, wil je natuurlijk dat alles op een nette manier bereid wordt en dat de mensen uiteindelijk nogmaals niet ziek worden van iets wat je nuttigt. U bent ingenieur, voedseltechnoloog. Bent u de enige die de training verzorgt? Nee, ik doe het samen met mijn partner Rick Onakwi. Die is ook voedseltechnoloog en ingenieur. We hebben samen het bedrijf Principalis en Polyformus Consultants, want we hebben een samenwerking. En wat wij dan doen is dat we bedrijven in de agro en food begeleiden om processen en producten te verbeteren. Wat moet je daarvoor bij voorstellen? Dat als je zegt van nou ik wil een product op de markt brengen, of het nou in Suriname is of daarbuiten, dan moet je dat volgens een bepaalde standaard wel doen. Nou, 1, dan moet je de kennis hebben. 2, is dat je moet weten waarmee je inderdaad bezig bent, welke processen zijn daarbij nodig. De hele keten moet vanaf het moment dat ik zeg ik ontvang grondstoffen tot op het moment dat het bij die klant is, moet het veilig zijn. Hoe kan je dat doen als bedrijf? En daarbij kunnen wij dus ondersteunen. Geeft deze tweedaagse training een perfecte boost aan de actoren die nu die training volgen? Zeker weten. Zoals u weet is in de afgelopen periode hebben we heel wat schandalen weer, helaas moet ik zeggen, gehad. Bedrijven zijn dus gesloten, ze zijn weer geopend. Maar wij zien dan dat dat soms incidenteel is. Dat we zeggen, de BOG en de SSB en andere actoren van de public sector, die moeten samen met de private sector werken om dus toch ervoor te zorgen dat het duurzaam aangepakt wordt. En nogmaals, dat betekent dat wanneer wij een bedrijf beginnen in de voedselsector, moet je 1, de juiste papieren hebben. Je moet niet iemand samen zeggen die helemaal geen verstand heeft van hoe een maaltijd bereid wordt of hoe dat op een hygiënische manier moet aan een vergunning komen of moet een bedrijf kunnen openen. En dat zien we veel te vaak gebeuren. De mensen hebben de kennis niet. Ze hoeven bijvoorbeeld ook niet een training gevolgd te hebben of een kennis hebben, terwijl dat soort zaken moeten als basis aanwezig zijn. Overal waar we werken, als we zeggen we willen ons werk goed en efficiënt doen, dan moet je de juiste competenties bezitten om het werk uit te voeren. En dat is er helaas wat wij zien dat ontbreekt bij ons in Suriname. Dus de overheid heeft heel veel werk. Directeur, vanwaar het initiatief dat het Surinaam Standaardenbureau een training geeft over voedselveiligheid? Oké, ten eerste komt het van onze wettelijke mandaat.
Wij hebben als basic voor onze werkzaamheden het garanderen van de veiligheid en de gezondheid van mens, dier en plant, maar ook het milieu. We zijn de afgelopen periode dan ook nagegaan. Welke activiteiten kunnen we nog meer ontplooien om aan onze wettelijke mandaat te voldoen? Om dus de gezondheid van de mensen ook te helpen waarborgen. Toen hebben we gemeend om dan na te gaan voor wat voedselveiligheid betreft, als er standaarden zijn of als er trainingen zijn waar de mensen aan behoefte hebben. De trainingen waren een van de eerste dingen die zijn opgepopt. En we hebben dan toen met een voorstel van een consultancy, Polyformers en Principales, gemeend om dus die eerste groep van trainingen voor voedselveiligheid vandaag te starten. Hoe is het voortraject verlopen om de mensen zover te krijgen om deze training te volgen? Wel, we hebben flyers en folders ontwikkeld. We hebben zodanig mailbombing gedaan. Dus we hebben een heleboel bedrijven gemaild. We hebben zoveel mogelijk getracht om op Facebook de mensen te bereiken. En ook gewoon telefonisch. Om ze te bellen, om ze aan te geven van hey, we weten dat je in zo'n branche zit. Heb je interesse voor het volgen van zo'n training? Welk doel beogen jullie hiermee? Ten eerste het bijbrengen van kennis over voedselveiligheid bij de mensen met de focus op HACCP. Maar daarnaast ook hebben we een component van etiketering erbij gedaan voor de mensen die doen aan het verpakken van goederen. Dat zij dan ook de nodige tools worden aangereikt hoe ze beter moeten omgaan met de voedselveiligheid en hoe ze ook producten voor verpakt kunnen aanbrengen. Deze training duurt 2 dagen. Is er een vervolg of willen jullie verder gaan uitbreiden? Yes, deze training is de eerste van een aantal voor dit jaar. We willen per maand tenminste 2 uitrollen. Het zal geen vervolg zijn, maar gewoon dezelfde training. We willen zoveel mogelijk mensen mee bereiken.